De duurtrappers Zara Jansen. Voor Putten Bente Jochems. Voor de kleidrijvers Ellemijn Bak. Leondor Valkenswaard Noah van der Velde. Leondor Valkenswaard Demi Nieuwekamp. En als laatste de wheelies Anne Bos. Oké, stootje stilte voor de start. Finale girls, 7 en 8 jaar. Het valt me trouwens op dat de clubs uit het Westen behoorlijk enthousiast zijn. En dat ze recht op het kijken zien gaan de wielers aan de leidingen. Het zijn de wielers die hier de leiding nemen. Het is Anne Bos aan de leiding. Dan Leondor op plaats nummer 2. Dat is even kijken, Davy Nieuwekamp. Zij gaat op de tweede plaats van de plaats. En vierde op de derde plaats. Ja, dat zou dus een clubgenootje kunnen zijn die daar aan het stoel zit. Zitten er buiten om te gaan. Daar zijn zij het via de top. En dat is een lastig getal. Daar raken de beentjes redelijk versierd op dat stuk. Maar goed, er verandert verder nog niet zo heel veel daar in die voorste regionen, want het is nog steeds de dame in het geel die daar heel goed uitkomt. Anne Bos voor de Winnie's het paard, zij heeft inmiddels een redelijke voorsprong. Ze gaat langzaamaan een stukje naar voren. En dan zien we dat we een nieuwe dame hebben op nummer 2. Dat is dan die 182 Demi Nieuwekamp. Zij zat ergens nog op 3. En dan was het dus, even kijken, Noah van der Velde die daar op de tweede plaats zat. En nu dus teruggewezen is naar plaats nummer 3. Inderdaad, van der Velde op 3. Dus even kijken wat gebeurt er achter in het veld. Het is de 83. Het is de 83 van Luna Lauwers uit Nuland, die op plaats nummer 4 rijdt. Ik denk dat er weinig meer gaat veranderen, omdat het veld is uit elkaar getrokken. De winst gaat naar Anne Bos voor de Winnie's en de girls 7, 8 jaar. Ga ik de volgende groep aan u voorstellen. Daar...